Mevrouw Leijten. Ja, aangaande dat laatste vind ik het hypocriet. Want het had ook gewoon kunnen regelen dat 500 kinderen die zonder ouders, zonder begeleiding daar zaten, al lang veilig in Nederland waren. Die kans heeft D66 laten lopen. Maar ik wil D66 vragen, vindt D66 zich een democratische partij? Ja. Wat vindt D66 er dan democratisch aan dat de minister-president iets getekend heeft wat hij diametraal anders heeft meegekregen uit deze Kamer? De heer Sjoerdsma. Hier heb ik twee elementen op. Eén, de minister-president heeft net zoals bij alle andere Europese toppen zijn inzet gedeeld met de Kamer, ruim gedeeld, zijn inzet ook getoetst, ruim getoetst, vervolgens onderhandeld en nu komt hij terug met een akkoord. En we gaan vanavond zien, want mevrouw Leijten zegt dat de minister-president geen mandaat had, of geen democratisch mandaat. We gaan vanavond zien of deze minister-president daarvoor meerderheid heeft. En ik garandeer u, dat durf ik u op een presenteerblaadje te geven, dat de minister-president die steun om dit te doen wel heeft. Dus om dat niet democratisch te noemen, dit proces, vind ik heel ver gaan, om eerlijk te zijn. Gelet op hoe wij al deze Europese toppen doen, gelet op hoe wij ook een terugblikdebat doen, vind ik dat nogal groot geworden. Mevrouw Leijten. Oh, dus de minister-president die ging met een opdracht openbaar daar naartoe, maar die had ondertussen al bedisseld met de coalitie dat hij wel ook dit mocht laten vallen, dat mocht laten vallen. Dat is niet democratisch. Dat is ook niet openbaar. Dat is alles behalve democratisch. En weet u, voorzitter, ik zal nog een vraag stellen aan D66. Wilde D66 niet altijd al die politieke verdieping? En wilde D66 niet altijd al het delen van schulden? En wilde D66 niet altijd al die politieke muntunie? Voorzitter, toch heel even gewoon over het concept onderhandelen. Want ik denk dat dat echt belangrijk is. De minister-president heeft zijn mandaat hier gedeeld. En het is geen verrassing, denk ik, voor mevrouw Leijten dat wij als D66 ons voor een deel in dat mandaat konden vinden. En voor een deel dachten, nou, dat hadden wij net iets anders gedaan. Maar dat was wel de meerderheid in de Kamer over dat mandaat. En dan zegt mevrouw Leijten, nou, als de minister-president terugkomt, en heeft hij dingen weggegeven die niet in dat mandaat stonden. Ja, ik moet u wel vertellen, het concept onderhandelen betekent dat je niet volledig je zin kan krijgen. Dat kan gewoon niet. Dat kan alleen als je in dit huis 76 zetels hebt, of als je in de Europese Unie in je eentje alles mag bepalen. En dat gebeurt niet. Dus als u vraagt van de minister-president, en ik wil hem daar dan toch maar voor hem opnemen, als niemand anders in deze zaal dat wil doen. Als u vraagt aan de minister-president, kom dan terug met precies uw mandaat. Ja, ik vraag me af welke regeringsleider in Europa is teruggekomen met precies zijn mandaat, om heel eerlijk te zijn, of haar mandaat. Dat vind ik niet reëel. Voorzitter, dit is niet reëel. Ik heb precies aan de minister op de vraag. Voorzitter, hallo. Ik stel een hele simpele vraag. En dan krijgen we het arrogante, oeverloze antwoord. Altijd van D66 hetzelfde. Staat hier te snoeven. U zult wel zien dat de minister-president een meerderheid heeft. Ik heb het niet gezien. Het regeerakkoord wordt gebroken. Aangenomen kamermoties worden gebroken. En mijn analyse is dat D66 dit wel steunt. Maar dat de meerderheid van deze Kamer dit op voorhand niet steunt. En als ze dat op achteraf wel steunt, dan had de minister-president niet zijn handtekening moeten zetten, maar dan hadden hier die kamerfracties met hun billen bloot moeten gaan. En hadden ze moeten zeggen, oké, wij veranderen van standpunt. En nu doen alsof het maar een gelopen race is, dat is ondemocratisch, diep ondemocratisch. Nou, ik ga de mevrouw Leijten verrassen. Ik ben het zelfs gedeeltelijk met haar eens op dit punt. Maar wel op een andere manier dan zij waarschijnlijk zelf denkt. Mijn punt richting de minister-president was, wees inderdaad eerlijk over datgene wat mogelijk is in de Europese Unie. Creëer nou draagvlak voor datgene wat er waarschijnlijk gaat uitkomen. Omdat wij allemaal hebben gezien hoe Frankrijk en Duitsland aan het begin van het proces de boel hebben ingestoken. En ik denk als dat was gebeurd, dan was mevrouw Leijten misschien nou iets minder boos geweest over het verschil tussen de oorspronkelijke inzet en de uitkomst. Dat wil ik haar zeker meegeven. De heer Wilders. Nou, voorzitter, een grotere vernedering voor de minister-president is niet denkbaar dan 4 minuten lang complimenten aan te horen van D66. Want D66 heeft natuurlijk, en ik moet dat de collega nageven, op alle fronten gewonnen. Op alle fronten gewonnen en de premier vernederd. Ze hebben 100 miljard extra uitgegeven van begroting tot en met herstelfonds en leningen en giften. Geen subsidies, maar giften aan de Europese Unie. Ze hebben de Europese Commissie meer macht gegeven. Ze hebben een gezamenlijke schuldenuitgifte. U heeft eigenlijk alles gekregen. Complimenten daarvoor. Maar het resultaat is wel
dat u Nederland, dat in uw visie en ook nu Nederland eigenlijk niet meer bestaat. Dat u Nederland heeft weggegeven, dat wij die miljarden ook hier in ons land aan onze zorgmedewerkers, aan onze mensen die lagere huren willen, aan onze ondernemers die snakken naar een lagere btw in deze crisistijden. Dat hadden we natuurlijk moeten doen. We hadden soevereiniteit terug moeten halen. Dus aan de ene kant een groot compliment aan u, dat u de premier zo op zijn knieën heeft gekregen, de man zonder ruggengraat. Maar aan de andere kant, ja, ik hoop werkelijk dat de kiezer die partij van u dadelijk met 3 zetels beloont in maart, want u maakt Nederland helemaal kapot. Ja, voorzitter, kijk, er zijn toch medewerkers bij ons die dit gewoon in 2 seconden kunnen uitschrijven en dan klinkt het beter dan wat de heer Wilders nu doet. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, ja, u maakt Nederland kapot, omdat u wil op Europees niveau wil samenwerken. Maar ik zeg de heer Rutte dan dit. De heer Wilders, zoveel lijden ze ook weer niet op elkaar. Nee, dat, ik zal u dat niet aandoen. Maar toch, de heer Wilders, u wilt uit de Europese Unie. Dat is wat u denkt dat goed is voor de Nederlanders. Dat is wat u denkt bijvoorbeeld wat goed is voor de Nederlandse boeren. Maar u vertelt de Nederlandse boeren vervolgens niet, meneer Wilders, dat uit de Europese Unie gaan betekent dat alle landbouwsubsidies verdwijnen. U vertelt ze niet, want u hebt nog wel eens kritiek op mijn partij, omdat we iets aan de veestapel willen doen. Maar u vertelt ze niet dat u de veestapel wilt decimeren. Dus als we het hebben over eerlijkheid en als we het hebben over draagvlak creëren, ja, dan zegt mijn partij eerlijk dat wij bijvoorbeeld Europese middelen nodig hebben om ervoor te zorgen dat Nederlanders niet heel veel betalen voor de Europese Unie, om ons veiliger te maken, om ons groener te maken. En ik zou u willen vragen om, als u dat soort standpunten heeft, om dan eerlijk te zijn over die standpunten, om ook echt reëel draagvlak daarvoor te krijgen, want u hebt dat niet. De heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, wat zegen ik de dag dat we geen lid meer zijn van de Europese Unie. We kunnen ons geld... Die dag zal nooit komen. De heer Wilders. Nog een keer. Wat zegen ik de dag, mevrouw de voorzitter, dat wij geen lid meer zijn van de Europese Unie. We gaan over ons eigen geld. We hoeven niet de Grieken te betalen zoals de heer Rutte heeft gedaan en waar we nog steeds op het geld zitten te wachten tot we het terugkrijgen met rente. We hoeven niet de Italianen en de Fransen te betalen. We kunnen ons geld zelf uitgeven aan ons eigen land. We kunnen, wat een gezegende dag mevrouw de voorzitter, we gaan over ons eigen immigratiebeleid. We kunnen zelf bepalen wie er ons land binnenkomt en niet. We gaan over onze eigen begroting, we gaan over onze eigen rechtspraak. We hoeven niets meer aan die Europese Unie over te dragen voor bevoegdheden. En we kunnen natuurlijk hartstikke goed samenwerken met die landen. Ik pleit er niet voor om niet samen te werken met de landen, maar ik ben tegen een politieke Unie. En wat uw partij tot doel heeft, ik bedoel, ik hoor het uw nieuwe lijsttrekker, mevrouw Kaag, nog zeggen, we moeten meer soevereiniteit overdragen. Ze wil gewoon Nederland afschaffen. Wat uw partij wilt, is dat we onze soevereiniteit, een land kan niet bestaan als het niet soeverein is, met een eigen vlag, een eigen wet, een eigen voordeur waar je over beschikt, wie er binnenkomt of niet, een eigen portemonnee. Dat wilt u allemaal afschaffen, zodat we dadelijk een soort ja, provincie zijn in die superstaat van de Europese Unie. Dat is wat u wil. U schaft Nederland gewoon af. En dat, er is niets slechter voor Nederland als Nederland dadelijk niet meer bestaat. En het erge is nog dat u het gaat winnen. U gaat het winnen, want u heeft de premier totaal aan uw lijn gekregen. U heeft hem op zijn knieën gekregen. Het gaat gebeuren en daarom zeg ik over uw hoofd heen dat de mensen die dat niet willen, die hebben een keuze in maart. Dat is niet op uw partij stemmen, ook niet zonder man, die man zonder ruggengraat, maar gewoon stemmen op partijen die Nederland willen houden. Voorzitter, het Nederland van de heer Wilders, ik zal het schetsen voor wat dat gaat betekenen. De havenarbeider in Rotterdam die zijn baan verliest. De logistiek medewerker in Venlo, wiens bedrijf failliet gaat vanwege de grenscontroles. De industrie die uit Nederland verdwijnt zoals die ook uit het Verenigd Koninkrijk verdwijnt. Ik zal u schetsen wat het betekent voor de inkomens van mensen die het geld keihard nodig hebben, meneer Wilders, om elke maand rond te komen. Keihard. En daarvan zegt u, ach ja, we moeten soeverein zijn. Maar ik zeg u, je kan ook op een onbewoond eiland volstrekt soeverein zijn. Maar dat betekent niet dat je genoeg te eten hebt, betekent niet dat je een mooi leven hebt, betekent niet dat je veilig bent. En dat is wat de Europese Unie is, meneer Wilders. Dus ja, mijn politiek voorvrouw, mevrouw Kaag,
die wil dat de Europese Unie krachtig is om ons veilig te houden, om ons groener te krijgen, om onze economie overeind te houden. Dat is wat zij wil, dat is wat mijn partij wil, dat is waar wij voor staan. Dank u wel. En dat is in het belang van Nederland, meneer Wilders, in ons eigen belang. En dat u dat niet ziet, dat mag. Maar ik zeg u, kijk bij uw vrienden in het Verenigd Koninkrijk hoe het bevalt. Want het bevalt de bevolking daar voor geen meter.